Dag, mijn lieve solsterretjes. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve tweelingen voor het hele jaar 2022. Ik heb overal een kaart of enkele keer twee of drie per maand om een beetje een overzicht te krijgen van wat het jaar te bieden heeft. Ik ben natuurlijk iets nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier verder op borduren. Ik ga overal verklarende kaarten opleggen en nog wat extra orakelkaarten en dat ga ik doen. Op Vimeo. Dus ben jij ook nieuwsgierig, mag je me zeker die kant op volgen aan het einde van deze video. De link vind je hier beneden onderaan de beschrijving. Dit is dus een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk dan ook naar je sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Hoppakee, we gaan eens even zien. Een nieuw leven. Jawel. En die zie ik inderdaad hier gebeuren. Het wordt een boeiend jaar. Dat is te veel. Ik heb jullie heel graag en zo, maar... Deze week. Volgens het boekje. Ik hou die wel bij. We hebben dus een nieuw leven. Zij is uit het ei aan het komen, aan het ontwaken. Heeft net al nieuwe vleugeltjes gekregen, dus een nieuwe jij dat ontwaakt. Oké, een nieuw leven. En ik heb oneindig verhaal, nummer 37. Ja, nee, misschien niet kunnen kiezen, een beetje blijven malen in je hoofd. Er is iets wat je misschien al heel lang wilt, maar over twijfelt. Om iets nieuws te beginnen, iets nieuws te doen, te creëren. Maar dus, ja, ergens blijf je een beetje in je hoofd vastzitten. Nou zie ik dat ook wel zakken naar de passie en het hart. Dus dat komt allemaal goed. Maar niet zonder slag of stoot. We hebben, onderop had ik de keelchakra ondersteboven. Dit kan spreken over het feit dat je je waarheid niet uitspreekt. Je hebt een bepaalde innerlijke wijsheid, waarheid voor jou. Maar je spreekt het niet uit. Je durft de stap nog niet te zetten. Je spreekt je niet uit. Dus de keelchakra is een challenge dit jaar. We zullen zien. In januari begin je met je terug te trekken. Met de afzondering, de hermiet, maagdenergie. Terugtrekken, het lichtje naar binnen schijnen, soul searchen. Ik weet niet waarom, maar je hebt behoefte aan even niemand niet meer. De feestdagen zijn voorbij en even me time. Dus je bent alleen, graag alleen. En trek je dus terug. Met een boek. In februari heb ik een overwinning en succes. De zes van staven. Je moet je eerst een intern conflict voor hebben. Of dan wel een strijd hebben geleverd. Concurrentiestrijd met anderen. Maar hier heb je een overwinning. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. Maar ja, ik kan niet alles nu gaan verklaren. Dus februari een overwinning. Van op zijn minst een mentale strijd die je levert. Ja, nee, misschien. Ik heb, misschien is dat zelfs in de liefde een overwinning, want ik heb in maart de twee van Kelleken. Verliefdheid, verliefd zijn, hier staat spirituele eenheid. Dus het kan zijn dat er in de liefde, binnen een relatie, een overwinning is, waardoor er weer terug verliefde gevoelens ontstaan. Het kan zijn dat jij iets overwint, waardoor je de liefde ontmoet. Er is in ieder geval hier een soulmate connectie. Het kan ook zijn dat je daardoor een keuze maakt vanuit je hart, vanuit de overwinning. Dat je je hart volgt met de twee van Kelleken. Het is wel een keus. Een balans vinden. Want dan hebben we in april een opvlammende passie. De aas van staven. Een nieuw idee, project, bezieling. Iets, nieuwe passie. Iets wat inderdaad vanuit jouw innerlijk vuur, en hier is haar hartchakra wagenwijd open, staat gewoon in vuur en vlam. Dus iets vanuit je gevoel, vanuit bezieling, vanuit passie. Een nieuw idee. Iets creatiefs, iets ondernemends. Of in de liefde. Veel aantrekkingskracht. Maar ik heb ook de vijf van staven. We hebben wat obstakels en uitdagingen. Ja, ieder nieuw begin creëert de obstakels en uitdagingen. Ja, op zijn minst wat ik zeg intern. Hier had je ze overwonnen, hier komen ze terug. Dus misschien zijn het andere obstakels of uitdagingen. Onzekerheden die je creëert vanuit dat nieuw begin. Want ja, wat ik zeg, ieder nieuw begin brengt onzekerheden met zich mee. Dus, maar het is wel een nieuw begin voor passie.
In mei heb ik hele bijzondere kaarten. Ik heb de wereld, het universum in dit deck. Het einde van een cyclus. Je bent een meester in iets geworden. Je hebt iets behaald, bereikt wat je wilde bereiken. Een fase van je leven beëindigd. Klaar voor een nieuw begin. Ook al is dat nieuw begin ondersteboven. Dus dat nieuw begin, voor mij, ja, er is wel een nieuw begin waarbij je een fase beëindigt. Dus dit nieuw, dit opvlammende passie betekent echt wel een nieuw leven. Maar je gaat er een beetje onbezonnen in. Een beetje roekeloos of een beetje ongestructureerd. Je hebt weinig geduld. Je plant niet zoveel. Niet echt georganiseerd. Dus je gaat er een beetje roekeloos in. Maar er is een sprong in het onbekende dat je neemt. Voor mijn gevoel vanuit dat gepassioneerde nieuw begin. Waardoor je dus inderdaad een einde maakt aan een bepaald verhaal in jouw leven. En dus een heel nieuw verhaal gaat schrijven. Maar wat ik zeg eigenlijk... Nou ja, hier al bij een advies. Probeer daar wat structuur in te brengen. Wat geduld. Niet zomaar te springen zonder dat je een vangnet hebt op de een of andere manier. Want het voelt hier inderdaad een beetje roekeloos. Een beetje te snel willen en niet echt heel doordacht. In juni. Ik weet niet wat daar gebeurt. Maar we hebben vruchtbaarheid met de keizerin. Dus ja, misschien ben je vruchtbaar. Zij is namelijk ook in een andere dek zwanger van de wereld. Dus vruchtbaarheid kan extra hoog zijn. De keizerin, stierenergie, vrouwelijke energie. Hier heb je vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het universum. En laat de dingen op je afkomen. Manifesteert de mooiste dingen. Je hoeft er zelfs niet van je troon voor af te stappen. Het komt gewoon naar je toe. Want je hebt er vertrouwen in. Dit spreekt ook echt wel over persoonlijke groei. Onafhankelijkheid, onvoorwaardelijke liefde, overvloed creërend, zelfstandig. Dus is dit een zelfstandig iets dat je wilt gaan doen? Hier ben je in akkoord met jezelf, met wat je aan het doen bent en voelt je volgens mij heel, heel goed. In juli hebben we de 8 van pentakels, ondersteboven. Dus dit is allemaal werken vanuit bezieling, vanuit passie... Niet zomaar voor de pentakels. Hier ondersteboven kan het zeggen dat het zijn dat het niet zo lekker loopt. Of niet de vruchten, je de vruchten niet kunt plukken zoals je had gehoopt. Dus dat het niet zo vruchtbaar was als dat je hoopte in eerste instantie. Misschien omdat je te weinig gepland en te weinig structuur hebt aangebracht. Dus er is iets dat inderdaad een beetje, er is wel vooruitgang, maar niet helemaal zoals gehoopt in juli. Misschien heb je gewoon geen zin in werk en ga je gewoon op een zeilboot een maandje weg. Vakantie gaan vieren. Misschien is er gewoon niks aan de hand met het werk, maar is er gewoon geen werk. Geen zin in werk. Ja. In augustus hebben we nog een overwinning. Dus je hebt 2 overwinningen dit jaar en een gigantisch nieuw begin. Dus een hele krachtige energie. Ik heb de zegenwagen met de triomfkaart. Boogschutterenergie. Ja, dit is, je bent optimistisch. Je neemt de teugels in eigen handen. Je gaat vol gas vooruit. Je weet wat je wilt en je gaat. Dit is snel verandering, beweging, verhuizing, verplaatsing, versnelling. Hoopvol, naar de toekomst gericht. Dus misschien dat je hier een beetje de boel laat. Hier... Vol gas vooruit. In augustus, vol goede moed, ga je vooruit. En ik heb de 5 van zwaarden. Oké, je overwint op zijn minst een mentaal conflict. Dit is conflict en nederlaag. Wat ik zeg, voor mij is dat meer het intern conflict. Gedachten die alle kanten op gaan, behalve de goede. Hier volgens mij heb je het wel aangeleid. Je weet wat je wilt. Je twijfelt niet meer. Je overwint hier een conflict. Wellicht, met mensen ook kan. Dus is er een conflict, is hier absoluut een zegeviering. Een hele positieve uitkomst in augustus. Voor een strijd die geleverd is. Maar wat ik zeg, een interne strijd, dan wel extern. Oké, in september heb ik dus de 2 van zwaarden ondersteboven.
mentaal conflict het einde daarvan. Dus ja, hier hadden we inderdaad al een strijd. Dit is niet kunnen kiezen, het niet zien linksom, rechtsom, wat wil ik nu? Nee, hier heb je het helder. Hier breng je de structuur aan die je een beetje miste in mij. Je hebt het helder, je weet wat je wilt, je weet ook hoe je dat allemaal rationeel gaat aanpakken. En neemt daardoor voor mijn gevoel wel zeker een beslissing. Wat moedig eruit ziet, want in oktober heb ik de krachtkaart Leeuw Energie met de macht. Dus hier ben je machtig, heb je vol zelfvertrouwen, moed, lef, durf. Nou ja, ik vind je sowieso moedig door een sprong te wagen zonder vangnet. Maar hier sta je in je kracht. Het spreekt ook over doorzettingsvermogen. Ik zou toch wel willen weten waarom je kracht zit. Bekaar de kracht alsjeblieft in oktober voor mijn lieve tweelingen. Ja, die nieuwe passie kan absoluut in de liefde zijn. Dat kan in de liefde zijn. Je hebt een moedige stap moeten zetten. Want ik heb dus hier inderdaad die aas van staven die we dus al hadden in april. Nieuwe opvlammende passie. Ondanks de obstakels en de uitdagingen. Ondanks de strijd en de concurrentie. Er is passie. En het kost je moed, kracht en doorzettingsvermogen om het op langere termijn te doen voortbouwen. Ik heb de hoogpriester stier energie nog een keer. Dit spreekt over lange termijn connecties, huwelijk, volgens het boekje. En ik had hem hier inderdaad ook volgens het boekje onderop. Dus het conventionele, officiële instanties. Ja, voor sommigen kost het moed om de nieuwe passie te officialiseren. Wat dat dan ook betekent. Professioneel of dan wel emotioneel. Ik heb de drie van zwaar. Pijn, verdriet, hartzeer. Is dit nieuwe liefde? En was je single? Is de verliefdheid en passie oké? Je springt erin onbezonnen en wel. Maar er is hier toch een beetje een soort van... Ja, voor mijn gevoel bang dat je verdriet gaat krijgen. Bang voor ja, pijn. Dat je overwint, dat jouw moed kost om iets te officialiseren, om de volgende stap in een relatie te doen. Maar ik heb hier ook de drie van staven. De drie van staven is een beetje uitzichtloosheid. Het niet, de toekomst er niet inzien. Ik weet van enkele tweelingen dat er inderdaad zo wat driehoeksverhoudingen kunnen zijn. Of op zijn minst de wens van iets anders. Dit kan zijn dat inderdaad een huwelijk uitzichtloos is en dat je nieuwe passie aantrekt, wilt, wens, manifesteert of al hebt. Want dit kan een driehoeksverhouding betekenen en dus een moedige keuze om voor de passie te gaan of voor het huwelijk. Beide, er is iets dat uitzichtloos is en iets nieuws en iets al standvastigs. Dus dan gaan we, als we dat straks gaan verklaren, waarschijnlijk wel helder hebben. Ja. Oké, want dan hebben we in november versnelde beweging, de acht van staven, communicatie, positieve beweging vooruit. Ik heb hier drie achten. Achten staat voor winst, materiële winst en succes. Het is voor mij ook de infinity sign, wat je geeft krijg je terug. Dus acht is dit jaar precies jullie cijfer. En dus in november communicatie, versnelde beweging vooruit, beweging. Best wel wat beweging. Hier ook is er een vallende ster. Dus dit kan een dromenwens. Communicatie is dat uit de ster komt, uit de hemel komt vallen. Maar wel voelt als iets hoopvols, iets positiefs, iets als een droom die uitkomt. Dus versnelde beweging vooruit. Okay. Ik heb hier heel veel passie. Ik heb wat mentale activiteit. Ik heb een beetje kelk en een klein beetje het materiële. Jullie drijven op vurige energie dit jaar. Oké. En dan heb ik in december de waarheid. Het oordeel. Een halleluja moment. Een verlossing.
voor mijn gevoel dat oneindig verhaal dat beëindigd wordt. Een wedergeboorte. Je verlost je van iets en volgt je passie. Voor mij is dat ook versie 2.0. Dus tweeling 2.0. Dat 2023 ingaat. Als een nieuwe jij in een nieuw leven. Waar je dit jaar dus inderdaad misschien eerst van alles moet loslaten. Ik heb hier overvloed. Ik heb hier van alles. Dus ik weet niet wat je precies los moet laten. Misschien een lange termijn commitment. Een job. Iets. Want je bent hier een heel nieuw leven aan het creëren voor jezelf. Dat veel dichter bij jou persoonlijk ligt. Wat ik zeg vanuit je hart. En de challenge is om het uit te spreken, om daarvoor te gaan. Om erover te communiceren. Oké. Wat is het advies alsjeblieft voor mijn lieve tweelingen? De koning van pentakels, en die heb ik hier inderdaad ook onderop. Wees assertief wanneer je weet dat iets juist is. Alles gaat zoals jij het wilt, een goed mens of bedrijf om voor te werken. Mm-hmm. Ja, het kan zijn dat jij een goed mens bent om voor te werken. Of dat jij hard werkt en een goede werknemer bent. Ik heb wel in jullie een klein beetje het gevoel dat er misbruik wordt gemaakt van jouw talenten. Dus als je wel werkt in jullie, wees assertief. Stel je grenzen. Overwerk je. De prins van Kelken. Plotseling verliefd worden. Smoor verliefd zijn. De noodzaak stevig geaard te blijven in een bijzondere emotionele belevenis. Dus ja, misschien niet helemaal ongestructureerd en als een dwaas de sprong wagen. Ik zou zeker de sprong wagen, want ik zie hier absoluut ook geen dramatische gebeurtenissen daardoor. Maar misschien ook wel een beetje doordacht of misschien een beetje structuur aanbrengen. En proberen te aarden. Mediteren, een boom knuffelen, in de natuur rondlopen. Iets om te aarden wat effectief. Bijzondere emotionele belevenis, maar voor mijn gevoel ook wel in een positieve manier. De hoogpriesteres. Visenergie. Vertrouw op je intuïtie. Uitvoerige overweging. Voordat je tot actie overgaat. En het lichtje naar binnen kijken. Keer en je terugtrekken. En wat wil ik nu? Inzichten die voortkomen uit meditatie. Wat ik zei, mediteer. Probeer te aarden. De hoogpriesteres heeft een bepaald innerlijk weten. Die weet de waarheid. Die weet zoals het is. Die hoeft daar de ogen nog niet eens voor open te doen. Die heeft dat innerlijk weten, dat hoger bewustzijn. Dus volg je intuïtie. En voor mijn gevoel absoluut je passie. Want je bent hier een zeer gepassioneerde tweeling. En dit is gewoon een nieuw leven, een nieuwe jij die reist uit de dood. Ook al heb ik hier de dood niet, maar gelukkig, hoeft ook niet. Maar er is wel, er is een einde van iets. En dus ook een heel nieuw begin dat er niet lang achterna, ja, eigenlijk direct erachteraan komt. Dat is echt instant. Die heb ik zelden meteen, kan die wel naast elkaar hebben, maar op elkaar. Het universum en de dwaas, dit is instant. Hey, dus ja, mei, bijzonder, een bijzondere maand. Dat is de boodschap van mijn lieve tweelingen van de Moonology. Oracle-kaart van mijn lieve tweelingen. Helder. Het is waanzinnig. Amai, het is ook nog eens jullie nieuwe maan. Het is waanzinnig. Communicatie is de key, is de sleutel. Nieuwe maan. In tweelingen. Dus de nieuwe maan in jouw geboortemaand, of jouw verjaardagsmaand. Juni. En mei, juni. Is er een nieuwe maan die heel krachtig is, mei, die heel krachtig is. Het is jouw seizoen, rond jouw verjaardag. Is er een heel nieuw leven. Misschien wel met de keizerin. Of jij bent de keizerin. Nice. Oké. Dus communicatie is heel belangrijk. Spreek je uit. Doe die keelchakra open. Doe daar iets mee.
Want je gaat richting je geluk. Je moet het wel zelf creëren. Dus, mijn lieve tweeling, ik ga hier verder op borduren, want ik ben heel benieuwd wat dit nog verder te vertellen heeft voor het komende jaar. Dus ben jij ook nieuwsgierig, mag je me zeker volgen naar Vimeo. Nogmaals, de link vind je hier beneden. Daar kun je op klikken. Ik wens je een bijzonder transformerende, ik zeg dat tegen iedereen, maar ik vind echt 2022 wordt een transformatie op welk niveau dan ook, voor iedereen anders, maar een transformerend jaar. Vol liefde, geluk en vooral voor passie voor jou. En communicatie, jawel. Je zult eraan moeten geloven, mijn lieve tweeling. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.